Welkom op de Dusdavid Games Minecraft server, waar je in de lobby al begroet wordt door de hechte community spelers en waar ook jij een deel van kan uitmaken. Het is een plek met de gekste en leukste effecten, waarin je jezelf kan laten zien hoe jij bent in Minecraft. Elke dag gratis XP verdienen en toffe loot crates openen, waar dan weer gratis rankjes, chatkleuren en veel meer in kan zitten. En natuurlijk een serverbreed level systeem wat aangeeft hoe ver jij bent op de server. En je hoeft je nooit te vervelen met allerlei minigames in de lobby. En natuurlijk, voordat ik het vergeet, dit was natuurlijk alleen nog maar het toffe lobby. Want de DDG-server heeft meer dan 10 verschillende games te spelen, waaronder PvP-games, roleplay-games, survival en ja hoor, we hebben zelfs echte schietspelletjes. Nu is het onmogelijk om elke oude en huidige game mode te laten zien, dus we gaan jullie een klein voorproefje geven van wat jij op het DDG-server allemaal tegen kan komen. Komt-ie! Wat dacht je bijvoorbeeld van Acid Island met gevaarlijke regen of misschien wel Skyblock met honderden spelers? Misschien wil je je eigen creaties maken op de gratis en World Edit Creative Wereld. Maar wij hebben ook wisselende minigames zoals bijvoorbeeld momenteel Sheep Wars, een super verslavend spelletje. En wees snel, want misschien is je volgende week al weg. Of je speelt natuurlijk gewoon een klassieker, Castle Event. Ben jij een van de supersterke verdedigers of moet jij met tientallen tegelijk een kasteel bestormen? Het lijkt allemaal heel gemakkelijk, maar ik kan je zeggen, het valt nog niet mee om uiteindelijk die Nexus te slopen. En welkom in Citycraft, een roleplay maffia server waar je aan streng regels dient te houden en de politie altijd iedereen streng in de gaten houdt. Lukt het jou hier om groot te worden? Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je aan bepaalde regels houdt, zodat iedereen het heel erg naar zijn zin heeft. Maar ja, je mag inderdaad mensen killen, maar de peacekeepers ga je dan ongetwijfeld opzoeken en proberen op te pakken. Wegrennen dus. Oh ja, gewone survival. Natuurlijk hebben wij dat ook. Man jezelf naar je eigen wereld, op je eigen plekje of werk samen met vrienden. Dat is helemaal aan jou. In ieder geval aan de grind jij. En heel veel plezier. En welkom in Mindtopia, al bijna 3 jaar de bekendste game van de DDG-server. En deze real-life simulatie heeft een super hechte community met eigen wetten, eigen regels. En red jij het dan om miljonair te worden? Of beland je net zoals velen op straat of nog erger in een gevangenis? Met een behulpzame en gezellige groep mensen en meer dan tientallen staffmembers is het in ieder geval aan jou. Bezoek meer dan 10 verschillende steden en beoefen meer dan 100 verschillende beroepen. Alles in deze game heb je helemaal aan jezelf te danken of aan jezelf te wijten. Succes! En bam 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 bam, ik heb je! En welkom bij de Battle, waar je zonder mods met echte geweren kan schieten in een Fortnite Battle Royale mode of schiet lekker in Team Deathmatch met 10 tegen 10. Met meer dan 7 verschillende mappen is er genoeg variatie hier en hoef je alleen maar af te vragen, wat voor team ga ik opstellen en speel ik het alleen of speel ik dit met mijn vrienden? En dan natuurlijk de game waar alles begon bij de Minecraft server, Kingdom. Op Open Kingdom ben je welkom in 1 van de 5 kingdoms. Mine voor je eigen gear, mine voor je kingdom, want elk weekend is het oorlog en staat alles op het spel. Deze jongens doen het al jaren en zijn voor niemand meer bang. Sluit jij je bij ze aan en strijd jij tegen het slechte empire? We hopen van wel. Tot slot blijft de Dusdavid Games server zich constant ontwikkelen om de meest unieke en verslavende games voor jou in Minecraft te brengen. Welke dat zijn, dat hoor je snel genoeg. Kom jij alvast de community versterken? Je bent van harte welkom en tot snel op de DDG Minecraft server. play.dusdavidgames.nl